Nou, we staan hier op een plek. Ja, dat is echt zo Amsterdams. Hè? Het IJ, de Ponten, Centraal Station, enorme levendigheid. Ja, en ik natuurlijk als Amsterdammer, dat doet je wat. We zien ook dat daar heel veel huizen zijn gebouwd. Moet eens kijken. Dat is een enorme hoeveelheid. Ja, dat krijg je natuurlijk hè, als je 8 jaar in het college zit als SP. En dan ook nog eens een keertje de wethouder wonen levert. Nou, het is niet zomaar een getal. Ik geloof iets van 55.000 woningen zijn er gebouwd. En toch, waar ik me zorgen over maak, dat is dat dit huizen zijn toch voor mensen met die het goed is gegaan, die het voor de wind gaat. Die geluk hebben, die het getroffen hebben. En wat ik dan vind, dat is dat het lijkt er behoorlijk op alsof die mensen geen rekening houden dat er ook nog andere mensen zijn in deze stad. Andere mensen die het niet zo goed getroffen hebben. Of die het salaris hebben wat niet zo hoog is. Maar die wel de stad draaiende laten houden. Dat vind ik ook weer zoiets. Hè. Dat zijn de mensen die de buschauffeur, maar ook de kinderopvang of in de winkels of wat dan ook. Die mensen, die komen daar niet te wonen. Dood eenvoudig omdat ze die huren niet kunnen opbrengen. En dat is waarom ik vind dat wij onze stad nu genoeg volgezet hebben met dit soort woningen. Maar dat we nu moeten gaan kijken naar de echte betaalbare woningen. Sociaal, misschien ietsjes eroverheen, tot 1.000 euro of zo. Wat overigens voor heel veel mensen ook nog een heel getal is. Maar daar moet er meer van komen. De vraag naar die woningen, die is enorm. Die is zo groot, je zou bijna zeggen, het is niet aan te slepen. En voor die mensen moet er ook een plek zijn in de stad. Dan is de stad compleet en in evenwicht. En niet dat het alleen maar is voor weer die mensen die het toch al voor de wind gaat. Dat is een scheve stad. Dat werkt niet. Dat is niet goed.